Hey iedereen, welkom bij deze video. Een nieuwe setup dus, maar ditmaal een setup van de IKEA. Niet volledig natuurlijk, want ik heb heel veel eigen spullen, maar ik had dus hiervoor eigenlijk ook een IKEA-bureau. Maar ik dacht van, ik pak het even wat slimmer aan. We wonen namelijk in een appartement en een appartement is niet veel ruimte. En wil ik die ruimte best wel goed benutten, oftewel kastjes zijn ideaal. Oftewel, ik heb dus twee kastjes gehaald en een werkbad van de IKEA. En dat dus gebruikt als bureau. En natuurlijk de rest van mijn setup laat ik ook nog even zien. Want ik vind het best wel tof uitzien hoe het geworden is. En ik neem jullie gewoon even graag daarmee in mee. Dus laten we niet te veel lullen. En ik laat jullie even zien hoe het geworden is. Nou, zoals je kan zien, dit is het dus geworden. Zoals je kan zien heb ik daar een Elks kastje staan. En daar vervolgens ook een Elks kastje. Super handig, want deze kastjes die hebben best wel mooi ruimte en dit zijn eigenlijk vrijwel de enigste kastjes die lekker diep gaan. Oftewel, deze zijn alleen echt geschikt voor een bureaublad. Ik heb letterlijk het internet helemaal kapot gezocht voor kastjes die even diep gaan als deze. Maar er is gewoon niks. Echt waar. Of je moet €300 voor een kastje betalen, maar dat vind ik net weer een beetje te gek. Helaas waren er geen zwarte Elks kastjes meer, dus ik heb gekozen voor de groene. Ik twijfelde eerst hoe dat eruit zou zien, maar uiteindelijk als ik het zo zie, oh, I love it. Misschien wel meer, ik ben misschien wel best wel meer verliefd op deze groene kleur dan zwarte kleur. I love it, het is echt fantastisch. Dus, twee Elks kastjes en ik heb hier het Carlby bureaublad. Of nou ja, werkblad noemen ze dat. Dit is dus de Carlby werkblad en dit is dus de walnoot veneer versie. En walnoot veneer, dat betekent dus een beetje, ze hebben een klein laagje hout. Dus echt een klein laagje hout hebben ze bovenop gedaan voor de look. En voor de rest is spaanplaat. Dus voor de kosten is het natuurlijk lekker goedkoop. De broodblad kost dus, of werkblad kost dus eigenlijk €100. En de kastje is €60 of 70. Dus komt totaal ongeveer €220. En dat is op zich prima te doen. En het ziet er ook nog super tof uit. Werkblad heb ik nog twee keer behandeld met vernis. Ik pak even een blikje. Dus dit werkblad heb ik dus twee keer behandeld nog met vernis. Dit vernis dus trouwens. Deze kun je kopen gewoon bij de Praxis. Het werkt gewoon super goed. Het is kleurloos. Dus het behoudt gewoon mooi zijn kleur. Dus werkt hartstikke top. Geeft wat beschermlaagjes. Beetje bijschuren. Want standaard zijn deze werkbladen best wel ruw. Dus even bijschuren. Even lakken. En dan is het gewoon hartstikke top. En het ziet er ook gewoon super mooi uit. Laten we gaan naar de onderdelen. Dus alle spul dat ik heb op mijn bureau. Als eerste de Herman Miller Embody stoel. Het kost wat, maar dan heb je ook echt zeker wat. Het zit super comfortabel. De Rode NT-USB microfoon op een statief waarvan ik niet zeker weet hoe die meer heet. Volgens mij was het de Inox Iva Pro, iets in die richting. Alle producten en linkjes staan in de beschrijving hier beneden. Dus check dat. Vervolgens, het eerste scherm is een Dell 2715H. En je ziet hier een kabeltje doorheen, omdat mijn kabel gewoon te kort is naar de computer toe. Dus dan moet ik het op deze manier, op een lelijke manier dus doen. Maar ik heb ook helemaal geen zin om verder weer kabels te halen. Dus laat dat maar lekker zitten. En ik heb de Acer XB271HU. B misschien nog achteraan. Monitor. Link staat dan natuurlijk in de beschrijving. 60 Hz 1440p IPS paneel. 144 Hz IPS paneel. En ook 1440p trouwens. En hij heeft ook nog G-Sync. Which is pretty nice. Vervolgens hebben we hier de koptelefoon. Dit is de Biodynamic 99DT Pro. Of DT99 Pro. 250 ohms, oftewel ik heb nog een versterkertje hieronder zitten, onder mijn bureau, vastgeplakt. En het werkt gewoon super en het geluid is echt subliem. En dan vervolgens merk je weer kabels. Ja, dat klopt. Oh nee, ze zijn weer gezakt. Verdomme, oké, deze kabel moet ik nog even organiseren. Maar zoals je ziet heb ik hier ook nog een rekje onder zitten. En heb ik hier ook nog de stroom ingeplucht onder het bureau, zodat alles een beetje van de grond blijft. Alleen zoals je ziet is niet alles gelukt, want het kabeltje is weer te kort. Verschrikkelijk. En ook zie je de speakers natuurlijk hier, dat zijn de Logitech Z623 volgens mij als ik het goed heb. Mooi geluid,
subwoofertje erbij, dus lekkere bas erbij. En het werkt gewoon top. En ze zien er ook nog super slick uit. Dus ik ben er super tevreden mee. Dan vervolgens gaan wij naar de poef. Daar rust ik mijn voetjes op. Very nice. En dan gaan we naar mijn Xbox controller. Het is een Xbox controller. Wauw, meer niet. Nee, dat klopt. En vervolgens gaan we naar het standaard. Dat is nog steeds de DQ Aris. Waar ik een review van gemaakt heb. Die gebruik ik dus nog steeds. En het werkt op zich nog best wel aardig. Dus allemaal tevreden mee. En hebben we een toetsenbord. Waarvan ik nog geen video gemaakt heb. Dat moet binnenkort eigenlijk nog gebeuren. Maar dit is dus de Dream Machines. Oh, wat is de naam? Dream Machines Dream Key. Ze hebben echt. Ze hebben echt gewoon die namen. Oh man, dat is veel te lang. Maar goed, dit is de Dream Key keyboard dus. Daar moet nog binnenkort een review van komen. Het is Kale Brown Switches. En ik vind het tof uitzien. En het voelt gewoon tof aan. En ik ben er heel tevreden mee. Natuurlijk ook een mooie softpad erbij. Oh, zo lekker zacht is dit. Oh, I love it. En de Mountain Makalu 67 gaming muis. Ja, ik gebruik hem nog steeds. Hij is nog steeds super fijn. Helemaal niks over te klagen. En dan vervolgens tandenstokers. Oh yeah. Dat is cool. Want de tandarts zei: hey, je moet wat vaker tanden stoken. Want dat zeggen ze altijd. En ik zeg van: komt wel een keer. En ik moet mezelf toch aan herinneren. Dus ik heb bijvoorbeeld al mijn brood. Dus dan kan ik daarmee klooien. En het is een backprop. Maar niet zo heel belangrijk voor deze video natuurlijk. Dus ja, de computer is natuurlijk het pareltje wat iedereen interesseert. Ja, nog steeds dezelfde computer als de vorige setup. Zoals je kan zien heb ik nog steeds de Antec NX800 kast. Het werkt fantastisch, goede airflow en het ziet er gewoon super mooi uit. Ik bedoel, that's pretty good. En hier binnenin, nou gaan we even kijken. De Silverstone Ice Jam waterkoeler Trident C RAM. 32 GB RAM is dit op 3600 MHz. En RGB, maar natuurlijk ingesteld op oranje, because I love oranje. En we hebben hier de RTX 3080 van Asus. Een Asus TUF. En het is een lekker krachtig kaartje. I love it. En we hebben hier de B550 Elite Master V2 of zo, iets in die richting van Aorus, zoals je daar kan zien. Ook gewoon, ja, het is een moederbord en het werkt. En ik ben blij. En voor de rest is dit allemaal, draait dit allemaal ook nog op een Ryzen 5900X. Dus het is zeker wel een PC met potentie en heel veel kracht. En oh, het is heerlijk. Ook heb ik nog wat SSD's in zitten en dat soort fratsjes in het. Link ik allemaal wel in de beschrijving. Dus dat is mijn PC. En dit is gewoon mijn hele setup. Ja, ik heb hier nog een internetkabel runnen. Want ja, sinds mijn computer nu van daar nu naar hier is gekomen, heb ik niet al lang genoeg kabel meer om zo langs de kachel te draaien. En het is een beetje drama. Maar binnenkort komt er weer andere spullen. En heb ik een stroomkabel ding daarover. Zo'n powerline gaat dan daarheen. En dat fixt alle problemen. En ik heb daar bovenop nog een batterijlader voor deze camera. Deze hier, waar ik nu mee film. En dat is het ook wel. Dus dit is mijn setup. Wat vinden jullie ervan? Hebben jullie nog suggesties? Of hebben jullie nog een leuke dingetjes? Wat ik misschien nog wel hierbij kan leggen. Of op kan doen. Of weet ik het wat. Laat het mij weten. Ik ben benieuwd. Dus dit is mijn setup. Als je nog vragen hebt. Of mijn ervaringen wil weten van deze setup. Hoe het is om het te gebruiken. En hoe ik dingen bewerkt heb. Zoals het blad. En weet ik veel. Vraag gewoon gerust, ik wil je graag ermee helpen. En alle producten qua linkjes en alles zitten in de beschrijving. En ik ben benieuwd wat jullie vinden van mijn IKEA Build Desk. Mijn eigen DIY IKEA setup. dus ja, dat was het. Like natuurlijk als je meer wilt zien. Subscribe natuurlijk als je meer wilt zien. En ik zie je allemaal weer terug in de volgende keer. Doei doei!